nou, als je het goed wil doen, moet je vooral denken over aerodynamica natuurlijk. En dan komen we erachter dat veel langer dat handig is. Dus als je dat wil doen, dan moet je dat ook echt al goed doen ineens. Want op deze fiets, want de vraag is of dat haalbaar is op dit frame, moet je echt al een centimeter of 5 langer gaan zitten. Ik ben vandaag in de servicekoers van Beat Cycling in Zaltbommel. Altijd een vette plek om te zijn met al die fietsen, wielen en andere vette goodies. Blijft inspirerend. Ik ben hier omdat mijn trainingsfiets, die staat hier, die wordt vandaag geüpgraded. Dit is de fiets die ik al in mijn eigen bezit had, dus dit is mijn eigen Koga. En er komen allerlei nieuwe onderdelen op. Ik krijg een volledige onderhoudsbeurt van Pierre. En het belangrijkste, hij wordt even goed aangepast aan mijn houding. Ik ben namelijk vorige week bij Jacob geweest voor een bikefit. Daar hebben we gekeken naar mijn fietspositie voor het komende jaar. Dat wordt straks allemaal toegepast op deze fiets. Dus we gaan even kijken hoe die bikefit ging. Uit de bikefit zijn 4 belangrijke conclusies te trekken. En de eerste was, we moeten niet te veel gaan veranderen aan mijn houding op de fiets. Nee, waar je zelf over dacht, hè, dat je wat langer wilde zitten en wellicht wat dieper. Dat kan uiteindelijk wel, maar daarvoor moet je zoveel aan je zadel aanpassen dat het nu handig is om dat niet te doen. Want als je nu heel veel gaat aanpassen, je bent natuurlijk al heel veel veranderd qua trainingsbelasting. Dus het is wel best wel een stress op je systeem, want je dan ook nog heel erg veel gaat aanpassen aan die positie. Dan heb je kans dat het gewoon te veel is. Ja. Dat je spieren het gewoon niet aan kunnen. Ja, en dat ik dan blessures krijg en dat soort dingen. Ja, klopt. Zeg maar, qua houding was het of niet veel veranderen of heel veel veranderen, maar dat heel veel is nu gewoon niet handig. Ja, ja. Dus iets smaller stuur en ietsje lager. Ja, klopt. Naast het hele profgebeuren staat er komend jaar nog iets belangrijks bovenaan mijn bucketlist. En dat is dat ik heel graag een fixed gear wedstrijd wil winnen. Fixed gear doen we natuurlijk op baanfietsen. En ja, als je sneller wil zijn op een fixie, moet je dus ook zo aerodynamisch mogelijk zijn. Nou, daar hebben we binnen Beat natuurlijk superveel veel ervaring mee. Vanuit de baanrenners, de baansprinters, maar ook iemand als Jan-Willem van Schip. En ook Jacob heeft er veel aan meegewerkt, aan aerodynamica op die fietsen. Dus ik had mijn fixie ook naar Jacob meegebracht om daar even een kijkje naar te nemen. En daar moet behoorlijk wat aan veranderen. Ja, uiteindelijk is het inderdaad dat op baanfietsen is, als je het goed wil doen, moet je vooral denken over aerodynamica natuurlijk. En dan komen we erachter dat veel langer dat handig is. Dus als je dat wil doen, dan moet je dat ook echt al goed doen ineens. Want op deze fiets, want de vraag is of dat haalbaar is op dit frame, moet je echt al een centimeter of 5 langer gaan zitten. Dan zou ik een 18 stuurpen erop moeten zetten en 4 spaces eronder. Klopt. Dan kun je net als de boeg mooi onder in de beugels zitten. Ja, ja. Want daar heb je wel ervaring mee opgedaan de laatste jaren met aerodynamica en baanfietsen en dat soort dingen, toch? Ja zeker ook. Ja, veel toch ook wel over gesproken met de baanrenners en veel geleerd uit de nieuwe ontwikkelingen daar zo. En met aerotestjes, kijken wat er wel en niet snel is. Ja, dat doet toch wel een klein beetje pijn. Ik heb afgelopen zomer met veel liefde mijn fixie gespoten in mooie kleuren. En nu blijkt eigenlijk dat mijn frame te klein is. Want ik kan niet nu een 18 centimeter stuurpen erop gaan zetten met 4 spacers eronder. Dus dat frame moet maar gaan shinen in de stad. En ik heb een nieuwe nodig om te presteren in de wedstrijden. Dus we gaan de komende tijd eens kijken met Koga of daar dingen mogelijk zijn. En dus nieuwe schoenplaatjes. Ja, misschien wel de grootste verandering, hè? Een schip leveren. Dat is een mooie nieuwe partner. Heel blij mee. Ja. Super goed af te stellen. Het is alleen even bij een ding liggen, hè, zoals je merkte. Ja, ja. Bedankt voor het opzetten en opzet aan duwen.
grote verschil met Speedplay en ja, Shimano, dus wat de meeste mensen hebben? Het grote verschil is dat de veer bij Speedplay in het plaatje zit. En die veer die hapt om het pedaal heen. Dus het pedaal zelf, daar zit eigenlijk weinig bijzonders in, het is gewoon een metalen blokje. Maar de veer in je schoenplaatje die hapt er omheen, dus je moet hem er bovenop zetten en gewoon hard duwen. Dan pak je hem vast. Terwijl bij Shimano zet je je voet erop en schuif je hem er eigenlijk in en klik je dan vast. Maar bij deze moet je gewoon die veer eromheen duwen. Dus je plaatje zoekt vanzelf het pedaal op en dan duw je hem gewoon heel hard erin. Het voordeel van deze pedaal is dat je gewoon heel secuur kunt afstellen wat er gebeurt. Plus je zit toch wat vaster, omdat je echt helemaal geen speling op en neer hebt. Dus van boven naar beneden toe, zeg maar. Dat heb je bij Shimano doe ik altijd wel een beetje. Terwijl bij deze pedaal houd je veel beter vast. Ja, want dan heb je hier heb je wat speling. Er zit altijd een beetje speling op die achterkant. Terwijl bij Speedplay heb je dat helemaal niet, omdat ik het pedaal echt heel goed vasthoud. Terwijl je kunt het wel heel netjes afstellen qua speling en qua bewegingen verder, zeg maar. En je zit 3 mm lager. Ja, klopt. Ja, je zit nog iets lager op de aerodynamisch. Klopt. Als je zelf dan mee kan, dan zit je op aerodynamisch op je fiets. Hè? Dus dan zit je wat dichter op je pedaal, heb je wat makkelijker krachtoverbrenging. 3 mm is best nog wel een hoop. Ja. Dus, en de pedalen zitten ook iets verder van de grond, denk ik, of niet? Of ja. Ik zit in de... Klopt. Ik zit iets verder van de grond. Je kunt eerder doortrappen. Ja, dus handig voor een fixed gear. Ja. Ja. En wat je zei, dus ik heb nu schoenen... Die heb ik gewoon gekocht om lekker mee te toeren, zeg maar. Gewoon, ik was niet heel fanatiek aan het fietsen afgelopen jaar. Dat ik toch ga kijken naar een iets stijvere schoen. Ja. Ook gewoon voor dit jaar. Klopt. Ja, dat is wel interessant. Als je een stijvere schoen hebt, dan heb je gewoon veel betere kracht overbrengen. Dit zijn prima schoenen, maar er zijn echt nog wel betere dan deze. Ja. En hoe significant is dat? Is dat... Ja, lastig om dat echt goed uit te drukken. Maar het zal vooral zitten in het makkelijker je kracht in het pedaal zien te krijgen, zeg maar. Misschien dat je er niet harder van gaat fietsen, maar dat je veel makkelijker dat vermogen in het pedaal kwijt kunt. Waarbij dat nu wel gewoon wat meer moeite kost. Ja, dus zoals je hoort, mijn schoenen zijn niet goed genoeg bevonden voor het profwielrennen. Dus ken jij of ben jij een schoenenmerk? Laat het dan even weten. En help me aan goede schoentjes, want die moet ik nu even bij elkaar gaan influencen. Daar staat hij hoor. De fiets is klaar. Pierre heeft er hele middag aan werk aan gehad. Hij moest eerst allerlei onderdelen van mijn fiets afhalen en dan weer nieuwe onderdelen erop bouwen. Ik heb ondertussen boven lekker zitten werken. Dus wat is er veranderd? Ik heb dus een nieuw stuur erop zitten van XLC. 38 breed. Stuur is ietsje omlaag gegaan en netjes afgezaagd nu eindelijk. Wat belangrijk is. Mijn naam staat op het frame. Nieuwe remblokken nog verder, nieuwe ketting, nieuwe voorbladen, nieuwe bottom bracket as, lagers. Nieuwe zadelpen, nieuw zadeltje. Dus ik kan er weer helemaal tegenaan. Dankjewel Pierre.